Hallo en welkom bij de profielkeuze voorlichting voor HAVO en VWO van PTLS Impuls. Mijn naam is Ernesto Lemke en als decaan verzorg ik deze toelichting. Deze toelichting is vastgelegd in PowerPoint en dit is dan de ingesproken variant daarvan. Maar deze PowerPoint is te vinden op onze website. En dat is in sommige gevallen handig, omdat er een aantal sheets hyperlinks bevatten die doorverwijzen naar andere websites of naslagwerk en documentatie die handig kan zijn in de voorbereiding voor het maken van een profielkeuze. Nou, wat is een profiel en waarom kies je het? Nou, een profiel is een relatief nieuw begrip binnen het onderwijs. Het is al geruime tijd wel al in gebruik. Maar zeker voor ouders van de meeste leerlingen is het begrip zelf nieuw. Al is het niets meer dan een verwijzing naar wat vroeger een vakkenpakket heette. Oftewel een verzameling vakken. Sommige daarvan zijn verplicht, andere kun je kiezen. En de keuze daarvoor is vanzelfsprekend van belang, of in ieder geval van invloed, op de te kiezen vervolgopleidingen, de studiekeuze en in een laat stadium ook op het beroep. Zoals hier rechts onderin te zien is, is af en toe in de taakbalk ook de nodige tekst te lezen. Dat is exact de plek waar soms de links in zitten die verwijzen naar andere bronnen. Zoals hier staat is het tussentijds van profiel wisselen wordt ten zeerste afgeraden of andersom beredeneerd. Jezelf goed voorbereiden, goed geïnformeerd zijn, dat is vooral waar het over gaat. Want wat speelt er allemaal mee bij het maken van een keuze? Nou, aan de linkerkant staan een x-aantal reflectievragen. De wie ben, kan en wat wil ik. Daarbij spelen een heleboel factoren mee, zoals je persoonlijkheid, je vaardigheden, talenten, je interesses, je opvattingen, je ambities. Nou, dit zijn allemaal onderwerpen die binnen coaching ruimschoots aan bod komen, maar die bij het maken van een keuze natuurlijk moeten afwegen tegen de opties. Oftewel, waar kun je uit kiezen? Nou, deze voorlichting combineert HAVO en VWO, omdat er op enkele accenten na voornamelijk veel overlap is. Aan de linkerkant is te zien dat voor de HAVO de bovenbouw 2 jaar duurt. Bij VWO is dat 3 jaar. Bij de HAVO doe je een examen in jaar 5 en in VWO in jaar 6. Bij de HAVO doe je in 7 vakken examen en bij het VWO is dat 8. In beide gevallen kun je nadat je jaar 4 bereikt doorstromen of uitstromen naar het MBO. En het HAVO-diploma geeft toegang tot het MBO, het HBO of het VWO. En met het VWO kun je doorstromen naar het HBO of de universiteit. Voor die leerlingen die overwegen om na de HAVO door te willen stromen naar het VWO, wordt het aangeraden om alvast 8 vakken te kiezen. En daarbij wiskunde en een tweede moderne vreemde taal, zoals Frans of Duits bijvoorbeeld, te kiezen. Aangezien dat in ieder geval 2 vakken zijn die binnen de VWO-profielen verplicht zijn. Nou, zo'n profiel is opgebouwd uit verschillende delen. Een gemeenschappelijk deel die verplicht is voor iedereen. Een profieldeel waarbij bepaalde profielvakken en profielkeuzevakken zitten. En het zogenaamde vrije deel waarbij je 1 vak kunt kiezen dat niet in het profiel zit. Uitleg over de bovenbouwvakken zelf en de profielen zijn terug te lezen op onze website. Het gemeenschappelijk deel als eerste. Daarbij zijn in ieder geval Nederlands, Engels en lichamelijke opvoeding verplichte vakken op het rooster. Maatschappijleer, CKV, culturele kunstzinnige vorming en het profielwerkstuk samen zijn 3 onderdelen die tezamen als gemiddelde leiden tot het zogenaamde combinatiecijfer. En dat is het eerste cijfer wat op de eindlijst van het diploma komt te staan. Voor VWO komt daar dan nog bij dat wiskunde A of B verplicht is en zoals hiervoor genoemd de tweede moderne vreemde taal.
Voor die moderne vreemde talen is in sommige omstandigheden een ontheffing mogelijk. Dat is niet hetzelfde als een vrijstelling. Dat houdt in dat er dan een ander vak ter vervanging gekozen kan worden. Dat kan alleen in de gevallen dat de moedertaal anders is dan Nederlands of Fries. Bij de keuze voor een NT of NG profiel. En bij wat doorgaans vaker voorkomt, een dyslexieverklaring. Met ingang van vorig jaar is het de zogenaamde rekentoets vervallen en met ingang van dit jaar vervangen voor het zogenaamde schoolexamen rekenen. Dat is een verplicht onderdeel voor leerlingen zonder wiskunde. Op dit moment wordt het aangeboden voor alle leerlingen, maar de afrondingsverplichting ligt erbij voor de, dat is in dit geval een, eigenlijk gaat het alleen voor de havisten binnen het CM-profiel. School geeft zelf vorm aan de invulling hiervan en er komt geen cijfer van op de examenlijst. Het profiel, de profielen zelf, dat zijn er een viertal. We kennen ze voornamelijk in de afkortingen EM, CM, NT of NG. Die staan voor economie en maatschappij, cultuur en maatschappij, natuur en techniek en natuur en gezondheid. Onder de beschrijving staan nog enkele trefwoorden die enigszins richting geven in welk werkveld of type beroepen daarbij te denken is. Hier rechts onderin is een link te vinden die een overzicht bevat van alle opleidingseisen voor het HBO en WO, waarbij alle studies in Nederland gecategoriseerd zijn binnen profielen. Als voorbeeld is daar een overzicht te vinden van alle economisch getinte opleidingen, met daarachter exact welke profielen wel en welke profielen daarbij als doorstroom- of instroomeis dan gelden. Daarbij wordt dan ook wel melding gemaakt als het specifieke vakken betreft. Dat kan een handig naslagwerk zijn voor leerlingen in hun oriëntatie. Nou, dan gaan we wat nader in op alle profielen afzonderlijk. Te beginnen met EM, Economie en Maatschappij. Daar geldt voor zowel HAVO en VWO dat je kunt kiezen uit wiskunde A of B. Dat economie en geschiedenis daarin de vaste profielvakken zijn. En vervolgens moet er nog 1/4 gekozen worden. Waarbij gekozen kan worden uit maatschappijwetenschappen en Duits. Of via de talentenacademie. En ik licht zo even toe wat dat inhoudt. Uit talen Frans, Fries of Spaans. Nou, de Talentenacademie is een samenwerkingsverband tussen alle locaties van Pieter Jelles waar die eenzelfde niveau delen. Waarbij die vakken op een vast ingeroosterd moment, dat is voor dit schooljaar, dat op de woensdagmiddag, die vakken aanbieden. Dat betreft vaak de wat kleinere vakken die voor afzonderlijke scholen zelf erg moeilijk kunnen zijn soms om in stand te houden. Maar waarbij als je alle losse leerlingen van de afzonderlijke scholen bij elkaar zou clusteren, je het mogelijk kunt maken om daar klassen mee te vullen. En zoals zijn Frans en Fries zijn twee talen die op impuls worden aangeboden. En dat betekent dat leerlingen van een andere locatie dan van Impuls op de woensdag naar Impuls toe komen om deze vakken te volgen. Omgekeerd geldt ook hetzelfde. Spaans is een vak wat door onze collega's van het Leeuwarden Lyceum wordt aangeboden. Dus die leerlingen die dat overwegen, die doen dat in het besef dat het betekent dat ze dan op een woensdagmiddag naar het Leeuwarden Lyceum toe gaan om dat vak te volgen. Zoals gezegd, een profiel bestaat dus uit drie, in dit geval vaste profielvakken en één profielkeuzevak. Voor CM, cultuur en maatschappij, daar is dus aan de havenkant is dit dus het enige profiel waar wiskunde dus niet in zit.
waarbij geschiedenis en beelden vaste profielvakken zijn. En daarnaast één tweede moderne vreemde taal, hetzij Duits. Of via de, in deze versie zie ik staan dat hier nog PJ Academie staat. Dat was de oude benaming, dat is veranderd in Talent Academie, maar dat refereert aan hetzelfde. Frans of Fries. En daarnaast een van de volgende, maatschappijwetenschappen of economie. Voor VWO geldt dat wiskunde A of B verplicht is. Ook geschiedenis en beelden zitten dan vast in dit profiel. En daarnaast de keuze uit maatschappijwetenschappen, economie, Duits, Frans of via de talentacademie Fries en Spaans. Voor NT, natuur en techniek, daar geldt dat de keuze voor wiskunde gemaakt is. Dat is dan in dit geval voor wiskunde B. Daarnaast zit scheikunde en natuurkunde vast in het profiel en kan de leerling kiezen voor een van de volgende, voor biologie of NLT of via de talentacademie voor wiskunde D. Komt tot slot aan bij het zogenaamde natuur en gezondheid, NG profiel. En daar kan de leerling kiezen uit wiskunde A of B. Zit scheikunde en biologie vast in het profiel als profielvak. En voor het profielkeuzevak geldt dan dat natuurkunde en NLT kunnen worden gekozen. Waarbij de combinatie voor natuurkunde en wiskunde B wordt geadviseerd. Terzijde is te zien, al kunnen we uit de statistieken verder geen conclusies trekken voor individuele voorkeuren en keuzes, is dat het EM-profiel in ieder geval voor de HAVO verreweg de voorkeur geniet. 51 tot 53 procent hier. En dat onder jongens het CM, het kleinere gekozen profiel, is. Voor VWO is er tussen EM, NT en NG een veel evenredigere verdeling. En is CM het kleinere profiel, wat ook aan deze kant geldt. Waarbij NG dan weer de kleinere is van de vier. Komen we tot slot bij het zogenaamde vrije deel. Dat is een keuze uit één vak dat niet in het profiel zit. En we daar kunnen een onderscheid maken tussen vakken waarin je een centraal examen doet of een schoolexamen. Het verschil is dat het centrale examen het landelijke examen is. Het beeld van met z'n allen in de gymzaal zitten. En een schoolexamen is een vak wat door school zelf wordt afgesloten. Nou, hier is een overzicht te vinden van wat allemaal zogenaamde CE-vakken zijn en welke allemaal de zogenaamde SE-vakken zijn. Met daarachter nogmaals met een sterretje aangegeven die vakken die via de talentenacademie gaan. En waarbij dus de leerling samen met leerling van andere PTL-scholen. En zo waar mogelijk kan dat dus op een andere locatie kan dat dan plaatsvinden. Maar het is goed om dit goed en bewust ook daar een keuze in te maken en ook te oriënteren. Leerlingen beginnen daar soms heel enthousiast aan, maar komen soms tot ontdekking dat onderwijs genieten op een andere school ook gewoon gepaard gaat met het omgaan met een andere cultuur. Schoolcultuur, omgangsnormen. Nou, dat hoeft niet belemmerend te zijn, maar kan soms wel van invloed zijn op het volhouden van de gemaakte keuze. Nou, de profielen op een rijtje. HAVO in het gemeenschappelijke deel 2 examenvakken, VWO 3 examenvakken. Voor het profieldeel 3 profielvakken plus 1 profielkeuzevak. En dan is dat samen 4 examenvakken. En in het vrije deel 1 examenvak, oftewel voor HAVO 7 en voor VWO 8 examenvakken. Nou, voor ter herhaling ook nogmaals, die HAVO-leerlingen die willen doorstromen naar het VWO, kies 8 vakken, inclusief wiskunde en een tweede moderne vreemde taal. Verder is het handig om te weten dat de onderbouwperiode tot en met periode 3 gaat en dat periode 4 de zogenaamde voorsorteerperiode heet, dan start je al met de door jou gemaakte profielkeuze.
waarbij je nog de mogelijkheid hebt om extra vakken te volgen. Dat doe je vooral wanneer je ergens nog over twijfelt, dat je nog niet zeker weet of je het een of het andere vak volgt. Daarover stem je dat af met de decaan en maak je daar afspraken over met je coach. En die leg je vast op je ILP. Nou, na een week of vier is het handig om nog eens samen te komen en een keuze te maken. Zelfs als dat betekent dat je ervoor kiest om het nog iets langer te volgen, alvorens een definitieve keuze te maken. Nou, je volgt alleen vakken van je eigen niveau en profiel. Dat betekent dus dat de klassensamenstelling soms kan wijzigen en verschillen. En je werkt toe naar een toetsweek. Je definitieve niveauadvies en je bevorderingsadvies, die volgt dan eind periode 4. Nou, je twijfelen over eventueel over niveau is iets wat je kunt bespreken met je coach en je docenten kunt voorleggen. Inzage in hoe de overgangsnormen er precies uitzien, die kun je hier vinden, die ook verwijst naar de website. Kom ik tot slot nog even om bij het noemen van wat belangrijke data, wel even nog onder voorbehoud. Uiteraard wordt dit allemaal nog op tijd gecommuniceerd, maar het geeft in ieder geval enige richting aan dat in week 3, dus na in het nieuwe jaar in 2021, daar staan in ieder geval de portfoliogesprekken gepland. En wat hierbij staat is een zogenaamd self-assessment. Dat is een vorm waarbij je aan de hand van de overgangsnormen jezelf kunt scoren, zodat je inzicht krijgt van hoe je er min of meer voor staat. Waarbij in week 8 op 25 februari de deadline is voor de profielkeuze. Waarbij in week 13 je het voorlopige niveauadvies ontvangt. En in week 14 de voorsorteerperiode start. Nou, dan is in week 22 start de toetsweek. En volgt in week 26 het definitieve niveauadvies plus het bevorderingsadvies. Nou, tot slot kan ik meegeven dat die centrale vraag van wie ben ik, kan ik, wil ik, die tijdens coaching behandeld worden, dat die met name cruciaal zijn om te komen tot een goede, goed geïnformeerde keuze voor het profiel. En tussentijds switchen of ook op een later moment nog profielwijzigingen aanbrengen is uitermate onhandig, omdat je altijd te maken hebt met het inhalen van achterstanden. Dus zorg ervoor dat je goed voorgelicht, goed geïnformeerd bent. En aan de hand van de coachingsopdrachten die jullie zullen behandelen, moet dat vast helemaal goed komen. Specifieke individuele vragen kun je richten aan mij. Hier staat mijn e-mail onderin beeld. Ik raad echt aan om zoveel mogelijk eerst binnen de kringen zelf, waar jullie samen aan de slag gaan, de vragen te verzamelen en die gebundeld aan mij voor te leggen, zodat ik dat ook wat effectiever kan terugkoppelen. Succes in ieder geval allemaal met je voorbereiding en het maken van je keuze.